allemaal, welkom bij de Almeloze ronde van de voorleeswedstrijd 2021. 21 kinderen hebben dit jaar meegedaan aan de voorleeswedstrijd in Almelo. Dit jaar is alles een beetje anders dan normaal, dus de kinderen die zijn niet hier in de bieb gekomen om hun verhaal voor te lezen, maar die hebben thuis of op school een filmpje opgenomen en dat is opgestuurd en de jury heeft dat allemaal bekeken en beoordeeld. Nou, dan wil ik jullie nu eerst graag voorstellen aan de jury. Nou, dit is Philomena Meinders, dat is mijn collega, al jaren actief achter de knoppen en dit keer mocht ze voor de knoppen in de jury. Nou, dat was heel leuk te doen en dat heb ik samen gedaan met Paula de Haan, jeugdhoofd. Ja hoor, ja, helemaal goed. En ze presenteert het eigenlijk altijd al. En we gaan nu eerst allemaal even kijken naar jullie filmpjes. Het zijn wel korte filmpjes, we hebben kleine stukjes eruit gehaald. En daarna maken wij de winnaars bekend. Dus nog even in spanning. Ja. Ik weet niet hoe ze mijn ouders zijn. Ik probeerde ze te laten stoppen, maar de boodschap kwam niet aan. Wat ik ook deed, het leek het alleen maar erger te maken. Na een paar maanden was ik het zo zat. Ik moest er gewoon uit. En daarom werd ik 3 weken te vroeg geboren. Maar eenmaal in de koude lucht en het felle licht van de verloskamer, wou ik dat ik lekker was blijven zitten waar ik zat. Ze kwamen tegelijk bij de tafel aan. Evie gilde helemaal gelukkig, alle 2 tegelijk. En Kevin waggelde zoals altijd kampjes achter hem aan. Toen we het eetcafé binnenkwamen, keek iedereen op. Het was dus waar. Hier in de Vallei der Rillingen voel je op als vreemdeling. We moeten gewoon even uitpuzzelen hoe we weer aan land komen, oké? Marianna knikte en leek overtuigd. Eerst probeerden we om ze op te roepen. Maar helaas waren we zo ver op het meer dat niemand ons kon horen. Plotseling glimlachte Marianna. Ik weet hoe we weer aan land kunnen komen. Misschien komt een dolfijnenfamilie ons redden. Net als in de laatste film van Prinses Suikerpruim, riep ze. Ik ga mee om niet verdacht te lijken, maar het is duidelijk. Ik ga daar niet wonen. Het is 1 uur en 1 kwartier rijden. Dat kan nooit goed zijn. Nog even en we rijden van een wereldbol af. Isa vindt het allemaal geweldig. Die is omgekocht met een kip. En ze gaat de roze kamer krijgen in het nieuwe huis. En haar konijn Zorro krijgt een mooi groot hok. Meneer en mevrouw Gizel zijn een heel akelig stel. Ze halen de hele tijd grappen uit. Hiervoor heeft meneer Gizel een grap uitgehaald met mevrouw Gizel. Kronkelspaghetti. Om meneer Gizel te betaal te zetten voor de kikkerstreek, glipte mevrouw Gizel de volgende dag de tuin in en groef wat wurmen op. Achter hen liep een meisje en in haar handen droeg ze zijn rugzak. Nee! Riep Melle. Hij sprong in paniek de auto uit en trok de rugzak uit haar handen. Het meisje schrok. Melle! Riep mama met een rood hoofd. Doe eens even naar mam. Ik had wel dus de auto uit te pakken. Ze moet van mijn spullen afblijven, zei Melle. Maar dan moet ik naar buiten en wil ik eigenlijk even zitten. Er werd op de deur geklopt. Ik ben niet thuis, riep de heks. De deur ging open. Je bent wel thuis, zei de egel en hij liep naar binnen. Ga weg, snauwde de heks. Ik ben bezig en ik kan hier geen pottenkijkers bij gebruiken. Ik kijk helemaal niet, zei de egel. Hij ging op zijn tenen staan en keek over de rand van de ketel. Hij gaat hier precies dezelfde vraag als gisteren stellen, denk ik. Misschien werken ze zo bij de politie. Steeds maar weer dezelfde vragen. En als je niks zegt, geef ze zelf antwoord. En later doen ze alsof jij het hebt gezegd. Oh, daar is de eerste vraag al. Hoe laat kwamen die jongen eigenlijk bij elkaar in dat zon? Hey, hoe heet jij? Riep Harold opeens naar een blond meisje dat schuin bij het raam zat. Het meisje deed een tijdje of ze hem niet hoorde. Maar toen Harold de vraag voor de 4e keer herhaalde, draaide ze zich met fonkelende groene ogen om. Linda, wees ze hem toe. Daarna wees ze op het roodharige meisje naast haar. En dit is mijn vriendin Jane. Hé, dat is toevallig. Ik heet ook Linda, grinnikte Harold. Midden in het bos kwamen het nijlpaard en de neushoorn elkaar tegen. Het was een smal weggetje waarop ze liepen en ze konden elkaar niet passeren. Ik ga niet opzij, zei het nijlpaard. Ik ook niet, zei de neushoorn.
Ze keken elkaar aan. Wat nu? Vroeg een nijlpaard. Ja, wat nu? Zei de neushoorn. Alles goed, Daniel? Zei verrassend een bekende stem. Daan keek op en zag Chelsea, zijn weekendbuurmeisje. Ze grijnsde van oor tot oor. Erger nog, ze filmde alles met haar telefoon. Net nu hij dat niet erger kwam, werd het erger. Ik zie dat je maar een klein pak nodig hebt, lachte Chelsea. Daan voelde zich knalrood worden. Je luistert naar Wolverine VM, het station dat je een glimlach van oor tot oor bezorgt. Ik ben Esther Etter. Vandaag in de uitzending het onderwerp waar de hele stad het nu over heeft, de langarmige held. Maar nu eerst de nieuwe hit van de Woestijnpinguïns. Het nummer is net uit en heet Het is me te warm hier. Een vrouw met een vriendelijk gezicht kwam uit een kantoor lopen en vroeg in het Engels of ze ons kon helpen. Oma knikte en begon in een soort mengelmoes van Engels en Nederlands een verhaal af te steken dat niemand van ons begreep. De vrouw keek oma een ogenblik verbaasd aan, maar begon toen te lachen. Ze riep iets wat ik niet verstond, maar Cas gaf me enthousiast support. Ze denkt dat wij het Nederlands muziekkorps zijn. Ik keek Cas verrast aan. De muzikanten zijn hier gelukkig nog niet geweest. De auto draaide het erf op en een man met een hoed stapte uit. Bart, riep Goos verrast. Pap, Bart is er. Klaas kwam met een kwast in zijn hand de schuur uit. Hey, Bart, wat een verrassing. Wat doe jij hier? Vroeg hij. Goed je te zien, Klaas, antwoordde Bart. En jou ook, Goos. Ik ben gisteren uit Amerika teruggekomen in Nederland. Hoe is het met jullie? Daar zat meneer Griesel en hij dronk langzaam van zijn bier. Het schuim vormde een witte ring op de haren rond zijn mond. Hij veegde het witte schuim af met zijn mouw en veegde zijn mouw af aan zijn broek. Jij ziet gemene plannetjes uit te bloeden, zei mevrouw Griesel met haar rug naar hem toe, zodat hij niet kon zien dat zijn glazen ogen ruit was. Als jij zo stil voor je uitkijkt, dan zit jij rottige plannetjes uit te bloeden. Dat weet ik maar al te goed. Ik ging wat verder naar binnen. Ik liep een gang in en daar vond ik iets schokkends. Het was een badkamer met een wc en een wasbak en alles. Er stonden zelfs wat extra rollen wc-papier en dat was niet van dat goedkope spul, oftewel schuurpapier. Mijn hoofd tolde. Ik wilde net terugrennen naar het kampvuur en iedereen vertellen wat ik gevonden had. Toen ik iets hoorde waar ik koude rillingen van kreeg. Sst, er komt iemand aan, fluisterde Niels. Meteen hield Nona haar adem in en spitste haar oren. In de gang klonken holle voetstappen. Onderaan de trap bleef ze staan. Het was even doodstil. Toen begon de trap te kraken. Terwijl haar hart wild tekeer ging, bleef ze strak naar het gat kijken. Een pluk geel haar verscheen en daarna het hoofd van Sam. Het vliegtuig maakte een slinger. Weg van de rivier, onder de boomtoppen. De piloot gromde, snakte naar adem, nam gas terug en minderde vaart. Hij kuchte alsof hij stikte. Fred gaapte de man aan. Hij werd net zo grijs als een snor. Gaat alles goed met u, meneer? Vroeg hij. Kan ik iets voor u doen? Snakkend naar adem schudde de piloot zijn hoofd. Hij stak zijn hand uit en naar de bedieningspaneel en schakelde de motor uit. Haar ouders zijn vast hier naartoe verhuisd. Het maffe was dat ze niet naar binnen ging. Toen we naar wiskunde in de pauze buiten kwamen, stond ze nog steeds op het schoolplein. Nu zo ver mogelijk weg, bij het hek. Smal en bleek. Waakzaam als een vogel, leek het wel. Klaar om op te stijgen, mocht iemand dichterbij komen. Het stijve gullen keken me kwaad aan. Sorry hoor, jonge dame, maar je zult gewoon op je beurt moeten wachten. Net als wij allemaal. Cupcake en ik staan hier al wel 20 minuten geduldig in de rij, wees ze me terecht. Maar u begrijpt het niet. Ik wil niet voordringen om wafapjes te kopen, zei ik. Dat meisje daar, ziet u die? Dat is mijn zusje en ik moet haar alleen maar even spreken. Er volgde nu een oorverdovend gekrijs en geschreeuw. Iedereen wist het beter. Anneke en Marianne stonden met elkaar te bekvechten. En het begon op een ruzie te lijken. Zelfs Rolf, die anders alleen maar aan voetballen dacht, deed mee aan het geschreeuw. Eigenlijk wist hij niet zo goed wat hij ervan moest vinden. Hij wist alleen maar dat ze Rob een hele tijd zouden moeten missen in het schoolelftal. Ja, nou, nu hebben jullie alle 21 filmpjes gezien.
Poeh, en wat waren ze goed, hè? Ze waren echt heel echt, goed. Heel veel verschillende soorten boeken hebben we gehoord. Er waren kinderen die hakkelden zo hier en daar. Nou, dat was ook echt helemaal goed. Er waren kinderen die hadden het op school gedaan, met publiek, zonder publiek. Kinderen die thuis in hun kamer hebben voorgelezen. Maar wij hebben echt gelet op wie leest nu echt heel erg mooi voor. En kan Almelo vertegenwoordigen in de volgende ronde. Want dan gaan de kinderen uit de hele regio weer tegen elkaar. Nou, wij hebben het bekeken en er zijn 2 kinderen uitgekomen. En nou, die krijgen de uitnodiging om mee te doen aan de volgende ronde. Nou, die gaan we nu dan bekendmaken. Dan hoor je nu tromgeroffel. Dat kunnen jullie mooi doen in de klas. Even op de tafel trommelen. Rappapa. Nou, ga jij de eerste zeggen? En de eerste winnares is Lynn Kemerink van Letterveld. Ik zag het allemaal geweldig. Die is omgekocht met een kip. En ze gaat de roze kamer krijgen in het nieuwe huis. En dat konijn Zorro? Gefeliciteerd, je deed het echt heel mooi. We zaten echt helemaal in jouw verhaal. Ja. Jammer dat het afgelopen was. En wie is dan nummer 2? Ja, nou die zit hierin. Want eigenlijk was iedereen wel kampioen. Maar goed, deze 2 mochten door. De volgende winnaar is... Kamer openmaken. Dat is... Caitlin Kuiper van de Tandem. Bart, riep Goos verrast. Pap, Bart is er. Klaas kwam met een kwast in zijn hand de schuur uit. Hey, Bart, wat een verrassing. Wat doe jij hier? Vroeg hij. Goed je te zien, Klaas. Nou, gefeliciteerd Caitlin. Kijk, voor jou ook hier je oorkonde. En een mooie boekenbon, zodat je zelf een boek nog mag uitkiezen om voor altijd te houden als aandenken. Gefeliciteerd met jullie winnaarschap en heel veel succes in de volgende ronde. Nou, dankjewel voor het kijken allemaal en volgend jaar dan zitten we gewoon weer in de Biep met z'n allen.